wat geinig applausje, zeg. Hey. Het was namelijk pas een half liedje. Dat is getiteld Lek. En de andere helft van het liedje zing ik zo wel af. En waarom begin ik nou vanavond met zo'n vreemd romantisch lied over een lijk wat langs het leven drijft? Dat komt omdat het het allereerste lied is dat ik ooit heb gemaakt wat officieel op een LP terecht is gekomen, zo'n 20 jaar terug. Nou, LP's bestaan niet meer, maar op een verzamel-cd'tje van het kleine orkest waar ik toen zanger van was, drijft het Lek nog altijd een beetje uit, zou ik maar zeggen. Ja, ik sta een beetje te patsen. Ik zeg wel, mijn eerste lied en ik. Maar in feite is dat niet waar. Want zolang ik op het podium sta, schrijf ik al mijn teksten eigenlijk samen met een hele goede vriend van mij. Die ken ik dus al 20 jaar. Maar in feite ken ik hem nog veel langer van de middelbare school. En over die samenwerking tussen ons tweeën, daar gaat het vanavond over. En waarom wij zijn gaan schrijven, waar en wanneer, dat kan hij vanavond beter voor een gedeelte zelf mee vertellen. Dames en heren, Koos Meinerts. Dank u wel. Ja, zo 20 jaar geleden zijn Harry en ik begonnen met schrijven. In Spanje was dat. Nou, daar waren we wel aan toe aan Spanje. Want het ging helemaal niet goed met ons. Harry die liep in de RWW. Die was gestopt met lesgeven. En ik was gestopt met studeren. Nou ja, nog net niet. Want om de reis naar Spanje te kunnen betalen, had ik het geld van mijn studiebeurs nog hard nodig. We hadden uitgerekend op een avond dat we het met de uitkering van Harry en mijn studiebeurs het toch zeker zo'n 3 maanden konden uitzingen in Spanje. En om de kosten nog wat verder te drukken, hebben we de vader en moeder van Harry meegenomen. Ja, die hadden toch niks te doen. Die waren met pensioen. Mijn ouders gingen niet mee. Mijn vader had een goed excuus. Die was dood. En mijn moeder, nou, die heb ik niet eens gevraagd. Mijn moeder, die kreeg je met geen stok de deur uit. Die was geboren en getogen in Loosduinen, vlakbij Den Haag. En als mijn moeder boodschappen ging doen in Monster, 1 tuindersdorp verderop, dan kreeg ze al heimwee. Ze ging dan ook alleen naar Monster als je daar het tweede pak koffie voor de helft van de prijs kon krijgen. Nee, mijn moeder, die bleef lekker thuis. Ze heeft me overigens vlak voor vertrek nog wel gevraagd of ik een stuk Maya-zeep wilde meenemen. Ja, want dat kwam uit Spanje, had ze ergens gelezen. En dat was daar vast een stuk goedkoper. 1 stukje was wel genoeg, tenzij ik natuurlijk ergens in Spanje het tweede stuk voor de helft van de prijs kon krijgen. Maar goed, het reisgezelschap bestond dus uiteindelijk uit 4 man. En op zo'n koude Haagse novemberdag stapten we met z'n vieren in een oude Aftanse Opel die ze bij de sloop nog zouden hebben geweigerd. Een bij de hand Haagse buurman die bij het vertrek aanwezig was, die kon dan ook niet nalaten om te zeggen: krijg nou de blaf ik. Ik dacht dat jullie met de auto op vakantie gingen. Lekker laten lullen, dachten wij. Maar toen de Opel niet meteen wilde starten en die buurman zo heel zuigerig opmerkte: slingertje lenen jongens, kregen we er de pest in. Harry draaide het raampje open, dat we trouwens de hele reis niet meer dicht hebben kunnen krijgen. En die zei: zeg buurman, als jij dinsdag de vuilniszakken buiten zet, blijf er dan niet te lang bij staan. Want voor je het weet nemen ze jou ook mee. Dag, de tyfus. Harry trok op en even later de auto ook. De reis, mede mogelijk gemaakt door de AOW, de RWW en het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, was eindelijk begonnen. En we zouden doorrijden tot we met onze voorwielen in de Middellandse Zee zouden staan. Een week later was het zover. Op 7 november 1980 kwamen we aan in La Herradura, een klein Spaans vissersdorpje. Daar moest opgedronken worden. Hi-ha en verdomd weinig ho. We werden op ons wenken bediend en het enige wat wij hoefden te zeggen was: gracias. Nou, Harry's vader, hè, die kon dat maar niet onthouden van dat gracias. En toen hebben we tegen hem gezegd: joh, dan moet je gewoon op zijn Haags uitspreken. Grijze jas. Nee, wij zaten gebakken in Spanje. Hadden we veel en veel eerder moeten doen. Deze jongens zagen ze dus never nooit meer terug in Nederland. Ja, grote bek natuurlijk, want we wisten maar al te goed dat er vroeg of laat een eind zou komen aan dit lui lekker leven gevoel. En dat we binnen afzienbare tijd in onze oude Aftanse Opel de grens bij Hazeldonk weer zouden passeren. Nog maar 70 kilometer verwijderd van de sociale dienst. Vreselijk. Hoe konden we deze beker aan ons voorbij laten gaan? Nou,
Harry's vader had de oplossing. Wat dachten de heren van werken? Werken? Wij? Kappen ze even lekker. Dat is geen oplossing. Dat is een probleem erbij. Werken? We zouden niet eens weten wat. Nou, ga dan doen wat je leuk vindt, zei Harry's vader. Schrijven, gitaarspelen, maak daar nou eens werk van. We sputten er eerst nog wel tegen, zo van... Jij hebt makkelijk lullen met je werken. Jij bent lekker met pensioen. Maar eigenlijk had hij ergens in feite toch wel een beetje gelijk. We moesten er maar eens serieus tegenaan. En we spraken af om met ingang van volgende week... om de dag 2 uur te gaan werken. Op het terras. Dat wel, want werken is leuk, maar je moet er natuurlijk wel wat bij te drinken hebben. Nou, het eerste lied dat we dus samen in Spanje hebben geschreven was getiteld Het Lijk. Ja, en waarom nou net een lied over een lijk? Al sla je me dood.